Want we gaan een campagne doen, een hele gave campagne. Ik heb ook de neiging om er de hele tijd aan te zitten. Net kwam er een heel leuk cadeautje binnen. Ja. Een verlaat moederdag cadeautje. Nou, ik kom net van de plastisch chirurg vandaan. Ik zal even kijken of ik in ieder geval de onderkant kan laten zien. Het schijnt zo te zijn dat ze een nieuw apparaat hebben hier in het Haga ziekenhuis. En terwijl dat ik ze daar zo zie staan, word ik ineens emotioneel. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag in Rotterdam. Ik film gelijk even waar ik sta in de garage voordat ik dat weer kwijt ben, want ik ben altijd mijn auto kwijt. Ik ben in Rotterdam voor de Aya Foundation, want we gaan een campagne doen, een hele gave campagne. En nu kan ik er wel wat over zeggen, want het is toch al geweest als ik dit aan jullie laat zien. We gaan namelijk, ik onder andere met nog drie anderen geloof ik, ga ik staan als een live statue om awareness te kweken voor, ja, voor de Aya's, de jong volwassenen met kanker. Omdat toch het leven even op pauze staat. Dus het heet En Passe de Aya. En ja, we gaan hier in Rotterdam staan. Ik heb daarvoor dus mijn verhaal ingesproken. En mensen kunnen met een QR-code kunnen ze dan mijn verhaal horen. Terwijl ik daar sta als een live statue. Nu ga ik even iedereen zoeken, want ik moet pissen als een paard. If I was a story to be told, and I would say it all. Oh, if I was a fire, a burning light, and I would break into the night. Come to me, come tell me how I'm wired. I know I'm about to be set on fire. Come to me, come tell me why I reach for the sky when I fear the night. Dit is, de nieuwe, dit is de nieuwe accessoire tegenwoordig. Lekker hip. Lekker hip, met je infuuspaal. Oh, hilarisch. Min 2. Yes. Hartstikke idee. Het is inmiddels avond. Het was een leuke try-out vandaag. Voor mij ook nieuw wat we allemaal gingen doen. En ja, ze waren enthousiast. Ze gaan mijn foto en film, als het goed is, gebruiken als gezicht van deze campagne, als ik het goed heb begrepen. Dus dat is ook leuk. En donderdag staan we dus in Rotterdam. Waarschijnlijk sta ik op Rotterdam Centraal. En op verschillende tijden en verschillende locaties staan dan andere Aya's. En zo is er ook maar weer een week om van mijn vierde kuur van de chemotabletten. Dus ik ga weer door met mijn laatste chemokuur. Dit is nog steeds wat ik allemaal slik. Ik slik 2 glucosamines per dag tegelijkertijd. Een Tascal D, dat is een calcium en vitamine D. Letrozol is mijn antihormoontherapie. Die zal ik de komende 10 jaar moeten slikken. En mijn chemotabletten, 10 tabletjes per dag. En die doe ik dan weer in mijn pillendoosjes. Ik moet zeggen dat ik me eigenlijk best wel goed voel. Ik had vandaag echt wel een goede dag. Sowieso wel afgelopen dagen dat ik... Ja, ik ben gewoon blij. Ik heb redelijk wat energie. Kijk, 's ochtends ben ik altijd ben ik helemaal kapot. En ik heb slecht geslapen doordat ik last van mijn rug heb. Maar ja,
Ik heb best wel wat energie, merk ik. Dat ik in ieder geval er energie van krijg. Dat ik ook wat in het huis kan doen. Nieuwe dingen die daaraan zitten te komen. En dat ik nu toch wel de energie heb om ook wat te kunnen betekenen. Want het was natuurlijk afgelopen jaar echt wel... kon dat gewoon niet. Het was de bedoeling dat Sergio en ik samen... hier heel wat zouden doen en de douche zouden doen en dat kamertje. Maar ja, toen werd ik ziek en toen stond Sergio er eigenlijk zo goed als alleen voor. Ik heb gelukkig wel een beetje kunnen helpen met staan de tegels recht of niet en dingen aangeven. En als laatste hebben we natuurlijk dat kamertje afgemaakt. En die, daar heb ik mee geholpen met behangen en zo. Maar nu in het nieuwe huis, dat ik ook gewoon heb kunnen helpen om gewoon heel het huis... voor te strijken, et cetera. Om wat tegels heen en weer te sjouwen. Om wat dingetjes te fixen. Voel je jezelf toch ook een beetje nuttig. In plaats van dat je al alleen maar aan het delegeren bent. En vervolgens zelf niks kan. Weet je, dat is, vind ik gewoon niet fijn. Dus daar ben ik blij om. Ik kreeg er ook energie van om bij de I Am Foundation te staan. Om daar wat voor te kunnen betekenen. Lekker in de auto. Het is toch even ongeveer 3 kwartier rijden. Gewoon lekker de muziek hard. Lekker meeblaren. Lekker meezingen. Ja, ik voelde me echt best wel goed vandaag. Daar ben ik heel blij mee. En ik heb vanavond weer even wat aan mijn werk gedaan. Ik had laatst even een training. En daar moest ik nu een toets van doen. Nou, ik had er 9,1. Hey, dat is een goede start zou ik zeggen, hè? Ja. Mijn hersenen hebben wij nog niet in de steek gelaten. Ondanks de chemo. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Het is altijd maar even afwachten hoeveel dingen er blijven hangen natuurlijk. Hoe de concentratie is. En natuurlijk zal de ene dag beter zijn dan de andere dag. Maar ik had nu even een momentje. Er was niemand om me heen. Jessie slaapt. Sergio is in het huis. Mijn moeder is gezellig met Anja naar een spa geweest. Dus mijn moeder is nu... maar Anja in Tilburg. Dus ik had even de rust om even wat dingen te doen. Ik ben ook verder wat trainingen gaan doen. Dus dat is ook fijn. En morgen heb ik een afspraak staan bij de plastisch chirurg. Gaan we even bespreken. Even kijken hoe het allemaal voor staat. En ik hoop ook een datum te krijgen. Of in ieder geval te gaan plannen. Om mijn tissue expanders te vervangen voor de siliconen. En op dit moment, ja, ik heb ook de neiging om er de hele tijd aan te zitten. Maar er zit hier een beetje een vouw in mijn borst. Ik weet niet of je het kan zien. Hier zo. En die voel ik dan ook. Dus dat vind ik heel irritant. Ja, dus ik weet... Hij zat er al eventjes. Maar ik heb het gevoel alsof ik hem nu wat meer voel. Ja, dan heb ik aan de andere kant dus niet. Dus goede timing eigenlijk dat ik nu de afspraak heb met dokter Braam. Om even te kijken wat zij ervan zegt. En dan hoop ik dat als dat vervangen wordt voor siliconen, dat dat gewoon opgelost wordt en dat dat goed gaat zitten. Maar ik heb er nog steeds geen pijn aan. Het voelt allemaal goed. Dus we blijven daarmee lekker positief. En ik ga jullie natuurlijk weer meenemen. Ik ga in ieder geval vertellen hoe het was bij de plastisch chirurg. En hopelijk kunnen ze mij ook even filmen donderdag. Dat jullie even zien hoe het er nou uitziet. En er komt dus ook een QR-code bij te staan. En als je dat scant, dan hoor je mijn verhaal vertellen. Dus je komt dan op een site, dan zie je mijn foto. Ook hoe ik er in normale kleding uitzie. En als je de QR-code scant, dan hoor je mijn verhaal. Ik vertel dat verhaal, terwijl ik daarnaast sta als live statue. Dat is een levend standbeeld in ziekenhuiskleding met een infuus. En mijn benen zijn gesminkt als een beton marmer look. Want ik kom op een mooie marmeren ding te staan, zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien. En ja, mijn leven staat op pauze. Terwijl de rest, gaat door. En dan wordt er nu eigenlijk gevraagd van, sta zelf eventjes
En neem jij ook even een pauze om te luisteren naar het verhaal van, of hè, van ons, de jongvolwassenen die kanker hebben en met alles wat daarbij komt kijken. Dus ik ben blij dat ik daar mijn steentje in bij kon dragen. En ik ben heel benieuwd wat jullie daar van vinden en vonden. Goedemorgen, poepje. Goedemorgen. Voel je? Mama. Ja. Mama. Ik ben niet. Mama, wil je ook nog een vriendin? Ik wil een hapje. Een klein hapje. Een grote? Of een hele grote. Ja, ik ben gewoon echt even stuk. Even opstarten. Een heel veel slachten. Is dit een kleine? Ja. Prima. In ieder geval, het plan is dat ik nu inderdaad naar de gynaecoloog ga. Heel blijf. En jij met Jesse blijft. Misschien kan je even contact met Sebastiaan zoeken, omdat hij weet dat je er nog niet bent. Nou, toch? Dan moet je met de trommel zeggen. Ik heb natuurlijk tegen iedereen gezegd van dat ik er ben. Ja. Ja, dan moet je hem meenemen. Je kan toch? Dan moet je trommel zeggen. Trommel? Ja, dan moet je hem zeggen. Anyway, net kwam er een heel leuk cadeautje binnen. Ja. Een verlaat moederdag cadeautje. Ik ga hem laten zien. I'm happy. Voor in het nieuwe huis, jongens. Wat is het? Een leeuw. En hoe doet een leeuw? Nee. Nou, ik heb nog nooit een leeuw zo horen doen. Doe eens even een goede leeuw na. Wow. Juist, dat was een goeie. Kijk jongens. I love it. Het is een bloempot, jongens. Uiteindelijk ben ik van plan om daar een hele grote bos zijde bloemen in te doen. Zodat die gewoon altijd mooi blijven. En shiny. Ik ben hier al helemaal blij mee. Nou, ik ga mij klaarmaken. Net mijn chemotabletjes weer ingenomen en de andere rest van de spelletjes. En dan gaan we eens even kijken wat ze te zeggen heeft. Ga even op de fiets, denk ik. Ja. Oké, tot zo. Ik wil ook dat je dit. Voordat ik ga, wilde Jesse Silver dat ik nog even zijn fietsje liet zien. Ga maar rijden dan. Zo, dat kan je al goed. Zo. Knap hoor. Gelukkig heb je nog een fiets. Ja. Gelukkig heb ik nog een fiets. Ja. Nu heb ik nog een fiets. Mag ik er helemaal niet? Nee, precies. Zo, ga jij maar lekker fietsen. Ben ik zo terug. Dan moet je nog meer. Mag, mama kusje? Oké. Ja. Oeh, die was lekker. Doei poppie. Zijn we weer. Nou, ik kom net van de plastisch chirurg vandaan. Ja, ze vond ze daar over het algemeen heel mooi uitzien. Wel zit er een kleine vouw hier. Maar dat lijken ze wel te kunnen gaan oplossen. Waarschijnlijk ook met wat vet. Ook als ik hem optrek. Ja, ik kan het niet goed zien, maar dan trekt dat wat omhoog. Wat wel te zien is, is dat de onderkant van mijn borsten, door de bestraling, is eigenlijk mijn rechterborst wat omhoog getrokken. Dat was me nog niet eens zo opgevallen. Maar als je er een latje onder legt, dan zie je het wel. Ik zal even kijken of ik in ieder geval de onderkant kan laten zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar als je deze lijn doortrekt, dan komt hij zeg maar hier. Dus deze is toch stiekem omhoog gekropen door de bestraling. Ze heeft ook het een en ander getekend. Dus dat zou dan weer terug moeten komen. Deze is ook iets meer ja, gaan trekken. Ik heb er geen last van hoor. Kijk, en deze
ja, is gewoon een stuk soepeler dan deze kant. Verder zit ze er over na te denken om het waarschijnlijk eerst te gaan opvullen met lipofilling. Dus met mijn eigen vet. Daar kunnen we mijn buik voor gebruiken. Zodat ik iets meer dit dichter bij elkaar heb. En dat het dus eigenlijk wat voller wordt aan de randen. En voor deze kant dat het dus ook aan de onderkant wat beter wordt en mooier. Dat wil ze waarschijnlijk als eerste doen, omdat mijn borst toch bestraald is. Dus dat vindt ze dan een beetje eng om het gelijk te vervangen voor siliconen. Maar daar gaat ze nog even over nadenken. En als we elkaar dan zien over een paar maandjes, dan weer even kijken of ze nog een beetje gelijk zijn gebleven. Ze hebben het een en ander getekend, opgemeten, opgeschreven. En dan gaan ze even kijken of het ongeveer gelijk is gebleven of dat het meer is geworden. Mocht ik nou zelf merken dat het meer wordt, dan kan ik natuurlijk aan de bel trekken. Het schijnt zo te zijn dat ze een nieuw apparaat hebben hier in het Haga ziekenhuis. Ik weet niet of andere ziekenhuizen dat ook hebben. Maar normaal schijnt het zo te zijn dat het vet daadwerkelijk in een soort van grote theezeef wordt gedaan. Dan moeten ze daar ook echt in roeren. Nou, en dan moet het in een spuit. En dan, nou ja, dat even heel beknopt. Maar dat betekent dus ook dat er allemaal, ja, zuurstof en lucht bij komt. En ze hebben nu een nieuw systeem dat het allemaal binnen in een apparaat gebeurt. En dat gaat schijnbaar heel soepeltjes en er komt geen lucht bij. Dus ja, daar is ze zeer enthousiast over. Dus dat is altijd fijn om te horen als je gewoon nieuwe technieken krijgt. Ze gaat me op de lijst zetten. En dan krijg ik vanzelf een oproep. En dan gaat ze dan eventjes kijken wat ze gaat doen. Ik had zelf nog aangegeven dat eigenlijk door de bestraling met tepelhof een beetje was verkleurd. Dus wat minder pigment erin zat. Maar ik heb zelf het idee dat het zelfs alweer een beetje terug is gekomen. Mijn tepels zien er goed uit. Ook de verpleegkundige specialist van de plastisch chirurg, die zei ook van, ja, ik vind het toch echt wel een mooi verschil als je gewoon je eigen tepels hebt. En daar ben ik met haar eens. Dus ik ben blij dat dat met mij kon. En dat ook mijn tepels eigenlijk er gewoon goed uitzien. Dus spannend. Ja, ik had ook nog gezegd dat ik af en toe een beetje jeuk heb in mijn borst. Wat natuurlijk voor je gevoel een beetje gek is. Want je hebt aan je huid geen gevoel. Maar binnenin. Dus zei ze, ja, dat is echt een doorwerking van de bestraling. Dat was het eventjes voor vandaag. Dus ik ben heel benieuwd hoe het dadelijk gaat worden. Oh ja, ze zei ook nog, ja, die lipofilling. Ze zegt, dan ben je wel, daar heb je niet zozeer heel veel last van. Maar je bent wel echt bont en blauw. Bijna zwart. Ze zegt, dus het is wel verstandig. Dat komt dus door je buik. Om, als je kleine kinderen hebt, om dat even een tijdje niet te laten zien. Want dat kan best wel shocking zijn. Dat ze echt denken, wat is hier gebeurd? Dus hem daar een beetje uit de buurt van houden. Of iets omslaan. Of even niet samen douchen misschien. Dus nou ja, dat was in ieder geval een goede tip. En dan kan je je daar in ieder geval op voorbereiden. Maar ja, het is nog even de vraag wanneer dat gaat gebeuren. Misschien al in het voorjaar. Misschien begin volgend jaar. Dus dat ga ik nog horen. Maar het was in ieder geval fijn om er weer even geweest te zijn. Even weer een check-up, even een controle. En dan gaan we het zien. Goedemorgen. Wij zijn al vanaf 6 uur op. Holy guacamole. Want vandaag is dus de dag dat ik als statue ga staan bij Rotterdam Centraal, Rotterdam Schouwburg daar. En dat willen ze om 8 uur doen, eigenlijk tijdens de ochtendspits. Nou ja, wij komen natuurlijk uit Den Haag. Op zich valt het rijden mee, hè? We hebben helemaal geen file gehad. Nee, ja, als je de A4 op gaat, is het vaak druk. Maar daarna lekker ook kunnen rijden. Dus we waren eigenlijk al met een half uurtje ongeveer. Ik kan niet zo goed liggen. We zijn er over 6 minuten. Ja, we zijn er bijna. Dus, Hey, maar als we nou... Ik jinx het. Kijk nou. Ja, allemaal rode lampjes. Oh ja. Zo, hij springt van 6 naar 12 minuten ineens.
Wat is dit nou weer? Nou ja, oké. maar dus de campagne van de Aya Foundation. En ja, ik heb er zin in. Ook al ga ik niet veel doen dan vooral heel stilstaan. Op pauze staan, schatje. Ja. Ik ga op pauze staan. Ja, als het me nou goed bevalt, misschien kun je het vaker doen. Koop je zo'n blok voor thuis. Ga jij maar even. Misschien ik zat. In plaats van de stoeltime uit, ga jij maar standbeeld staan. Ja, ik ben heel benieuwd wat de reacties gaat zijn. Wat ook een beetje jammer is, is dat het heel de week al super mooi weer is en vandaag regent het. A20, 2 kilometer, dicht op een rijdend verkeer. Bedankt voor de informatie. Ja. Nou ja, Jessie en Serge zijn gelukkig gezellig mee. En ja, er komt als het goed is ook wat pers. Als het goed is. En ze gaan ook even een filmpje maken. Ja, ter promotie natuurlijk van de Aya Foundation. Dus ik kan weer op mijn cv. Ja, superleuk. Zangeres, trompetist, vlogger en standbeeld. Even een welkome break van het klussen. Nou, inderdaad. Maar dadelijk gaan we gewoon weer terug, want als het goed is. Aannemer. Maar deze vlog gaat dus vooral eventjes over de borstkanker weer. En alles wat we daarvoor doen. Ja, super. En een andere vlog was of gaat zijn over de verbouwing. We hebben het even gesplitst, zodat het een beetje duidelijk blijft. Hoi. Hoi. Kevin. Jij, dit, van de dit is mijn coach. Nou, iedereen is soort van ready. We zijn op de locatie. En Jessie is er ook bij. En daar gaat zo meteen René staan. Er staan nu nog twee dames van de Aya Foundation. Maar ja, het is natuurlijk ook wat hoger. Dus misschien als wat mensen moeten zoeken. Kijk, jasje aan. Alles compleet. Terwijl dat René daar op het blok staat, zitten wij hier even te wachten. En terwijl dat ik ze daar zo zie staan, word ik ineens emotioneel. Toch wel eventjes confronterend en tegelijkertijd heel mooi natuurlijk. Mark, Mark, zet hem even weg. Maar die had ik niet verwacht dat hij zo binnen zou komen. Nu is het ineens lekker druk. Iedereen gaat scannen en luisteren. Daar staat ze gewoon even te staan. René wordt ondertussen ook nog even geïnterviewd door de NOS. Zo, nou ik mag weer praten jongens, ik mag weer bewegen. Dat was wel een ervaring, ik was helemaal in de zon. En het was ook wel grappig om sommige mensen te horen. Er kwamen twee fietsers voorbij en die zeiden op een gegeven moment, oh ik dacht even dat ze nep was. Dus nou, dat is het beste compliment die ik kon krijgen denk ik zo.
En nou, iedereen was super enthousiast en ik hoorde al dat de beelden geweldig zijn geworden. Moment. En die mag ik ook even met jullie delen. Nou, en ik hoorde dus dat de beelden echt super vet waren. Je had het er een beetje moeilijk mee, hè? Zo, gans op de weg. Het is toch ongelooflijk dit. Oh, ze hebben dorst. Want ze hebben aan het normale water niet genoeg. Maar jij had het er een beetje moeilijk mee, hè? Want jij kon de beelden zien. Nou, daarvoor al, ik weet niet, gewoon dat je daar stond op dat blok en met het infuus en het ziekenhuisjasje en kwam gewoon weer even het een en ander terug. En gewoon van alles, dat het al geweest is en dat het al zo lang geweest is, dat je denkt van, oh ja, ja, de tijd is echt gevlogen, ja. Ja, het is echt niet normaal. En kijk waar je nu staat en dat je daar zo stond. En dat iedereen zoiets had van, kijk hoe krachtig ze is en dit en dat. En ja, dat was, ik weet niet, het kwam even binnen. Ja, nou, ik vond het heel gaaf om te doen. Ik heb nog nooit van mijn leven zo lang stilgestaan, 1,5 uur. Maar ik ben heel blij dat ik het heb kunnen doen. En de beelden schijnen echt super vet te zijn. En wil ik jullie ook een bijdrage leveren, dan kan dat via www.anjafoundation.nl. En sowieso heel gaaf als je gewoon eventjes gaat kijken en laat even weten wat je ervan vond. Hopelijk vond je dit een leuke vlog. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven. En we zien jullie weer heel graag bij de volgende vlog. Doei!